De Veerhaven is onderdeel van het rustieke scheepvaartkwartier en ligt tussen de Euromast en de Erasmusbrug. Welke Rotterdammer heeft nooit stilstaan dromen aan de Veerhaven, waar vroeger de mooie zeegaande jachten van de roei- en zeilvereniging de Maas lagen? Tegenwoordig is het dé thuishaven van onder andere zeegaande schoeners en loggers die, gerestaureerd weer in de vaart gebracht, Rotterdams rijke maritieme historie levend houden. De Veerhaven, een plek van contrasten waar oud en nieuw en klassiek en modern samenkomen. Een historische haven met moderne faciliteiten waar je een indruk krijgt van een erg rijk verleden van het Rotterdam van weleer. In het bureau Veerhaven bevinden zich het havenkantoor, een vergaderruimte, de douche- en toiletruimtes, alsmede een wasserette. De Veerhaven biedt thuishaven aan zeegaande zeilschepen met een historisch karakter. De vloot bestaat uit voormalige vrachtschepen zoals schoeners en coasters. Maar ook houten en stalen schepen uit binnen- en buitenland. En naast deze bedrijfsvaartuigen tref je er ook een aantal klassieke zeiljachten aan. Het zijn allemaal varende en veelal bewoonde schepen in particulier bezit. En de meeste eigenaren wonen aan boord van hun schepen. En zoals de havenmeester zou zeggen tegen passanten die kennelijk nog aarzelen om vast te maken: je kunt wel verder kijken, maar dat is echt zinloos. Mooier dan hier kom je het nergens tegen, want dit is het mooiste plekje van Rotterdam en omstreken.